doet me toch wel echt een beetje sprookjesachtig aan. Verpakt in een nachtmerrie. Nou, ik kan nu al wegtrekken. Ja, ik vind ze hadden een Aboriginal moeten sturen. In Boekmakers ga ik samen met ras-echte Rotterdammers alle, ja, alle inzendingen van het Songfestival onder de loep nemen. Weg met die onpersoonlijke rekenmodellen en tijd voor meningen van vlees en bloed. Welk land maakt volgens de Rotterdammers de meeste kans om te winnen? Met vandaag Australië, Albanië, Slovenië en Oekraïne. En dat doen we gezellig thuis. Eten wordt er al bijgepakt. Met Luus, Specially, Destiny, schoondochter Navaya en Darren. Jij bent spoken word artiest. Ja. Hoezo spoken word? Is daar een... Hoe is dat ontstaan? Ja, joh, ik praat gewoon veel. Ik praat mijn hele leven. Ja, even serieus. Ik praat waarom niet iets zinvols ermee doen. Nee, joke. Ik kan gewoon ergens zitten, iets opvangen of gewoon zitten en dan komen de zinnen. Ja? In mijn hoofd. Pas je het dan nog wel aan daarna? Ja, ik pas het aan. Ik fine-tune het, zo noem ik het dan. En dan op een gegeven moment, dan komt er gewoon... Sorry, hij zit even zo. Ik werd even afgeleid. Alleenstaande moeder Luus woont al sinds haar tweede in Rotterdam. In het echte leven is ze spoken word artiest, dus haar hart ligt 100% op haar tong. Dochters Destiny en Specially en schoondochter Navaya zijn echte dansmariekes. En zoon Darren woont samen met Navaya en hij is controleur bij de RET. Nou, hoe Rotterdams wil je het hebben? Ik wil eigenlijk ook wel mee eten, maar er is geen plek meer. Het Songfestival, die hebben ook altijd natuurlijk sikke choreografieën en allerlei dingen. Is dat dan ook iets waar jij ooit zou willen staan op zo'n podium? Ja, ik heb eerlijk gezegd de auditie gedaan. Oh, meen je dat? Ja, maar ik ging eigenlijk een beetje zo van, nou, laat me gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. En ze zijn wel echt op zoek naar bepaalde typetjes. Dus het gaat niet altijd om hoe goed je het doet, maar of je past bij het beeld wat ze willen hebben op dat moment. Dus ik ging niet door, maar het was wel leuk om te doen en te ervaren. When I stepped in looking like a snack. Out there and ready to attack. You know I want, so give me that. Yeah, we know givers never lack. Stepped in looking like a snack. Big boy, can you handle that? Take it down, 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 ride you like a Cadillac. Steady heard on the best, yeah baby, that's a fact. Wow, dat was zo cool! Holy shit! Ik zat te denken, hè? Huh? Hij moet wel goed rond zijn. Hij moet hem ook nat maken, is ook belangrijk. Oké. Ja, altijd goed nat maken, hè? Ja. Droog is niet handig. Nee, is niet handig. Oh my god. Holy shit, ja man. Ja. En dan ja, zweef je nog. Ja, hallo. Ik wou wat zeggen, maar ik denk niet dat het gepast is. Zo kan iedereen wat met zijn mond. Yes. Het Songfestival. Europa. En wij beginnen zo meteen met Australië. Als ik het fout heb, dan mag ik niet uitgelachen worden. Dat was niet aardig. Ik denk het niet. Het is hier. Dit is Rusland. Deze. Wat? Nee. Dit is IJsland of zo? Is het IJsland? Ja, wauw, inderdaad. Ja. Even kijken waar hij staat hoor. Kazachstan of zo. Ja. Dit is Turkije. Maar het was sowieso erg flauw, want Australië. Staat er niet toch? Nee! Nou, voordat ik helemaal de camera uitgeboezemd word, laten we maar gaan kijken, toch? Ja. Oké, kom. Wij zijn er klaar voor en ik kijk natuurlijk niet alleen met Luus en haar gezin, maar ook met pensionado's Mia en Jan, metalheads Lucky, Jos, Francis en Peter en songfestivallovers Wouter en Patrick. Oh, is het weer zo? Is het weer zo? Nou, je kijkt een beetje schuldig. Ja, dat ben je ook, hè? Dat ben je ook. Hé, dat ben je ook, hè? Schuldig. Kom eens. Hoppakee. Nou, Australië. Wow. Oh my god. Wow. Die make-up. Heftig. Heb je nou een vrolijk liedje over de liefde gehoord? Nou, ik geloof dat het één bonk verdriet. Ja. Ik vind het wel tof. Ja. Ook wel een beetje dramatisch. Ja, maar dat is leuk. Geïnspireerd door Pipo. Is het een man of een vrouw? Het is een dame, hè? Ja, ik dacht in eerste instantie
dat het een man was, een aboriginal. Nou, ben je er alweer klaar mee, Poes? Ze zijn nu al klaar mee met het liedje. Ja, maar dit trekt wel de aandacht, zeg maar. Ja, doe die clowns graag. Wat heeft zij om? Zo'n harlequino of zo. Ja, een Pierrot met zo'n kraag. Een tutu om de nek. Alsof ze een kledingstuk hebben gekocht, niet wisten waar het voor was en op de verkeerde plek maar aan hebben getrokken of zo. Zou kunnen. Ja, maar ik denk dat die combinatie van zang en dans ook niet echt... Het is moeilijk, hoor. Ze had moeten kiezen. Ja, klopt. Gewoon, en niet zingen en niet dansen. Dan weet ik ook niet of Australië iets typisch Australisch heeft. Want het is natuurlijk zo'n melting pot. Aboriginals moeten... Ja, ik vind ze hadden een aboriginal moeten sturen. Maar zo, haar stem is wel echt heel goed. Outfit is echt... Ik probeer er wat positiefs over te vinden, dus ik denk dat ik maar voor de haarkleur ga. Oh, 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 ik ga ook een beetje huilen. Ja, mag ik je zakdoek? Nee, die is al nat. Godver, wat bedroevend zeg. Ja, laten we dan nu maar naar 1% gaan. Ja, 1%. Ja. 5% voor haarkleur. Zo die high five van, get out of here. Ja. 0% winkelkans. Nee, dat gaat echt niet winnen, nee. Kun je het hebben? Ik vind het wel een winkelkans, hoor. 75. Oké. Ja, ik kook mijn leven. Straks is het allemaal 1%. En wie moet er dan godsamme winnen, joh? Moeten ze meer mensen meelaten? Nog meer? 100. Komt toch op 100%. Niet iedereen lag in een scheur om de clown uit Australië. Mijn boekmakers geven dit nummer 20% kans om te winnen. Laten we naar Albanië gaan. Spannend begin. Violen zijn altijd goed. Ja, dus verkleed als een kraai. Ja, als Pino. Pino is toch niet zwart? Nou, dit is wel rustig, een beetje klassiek. Ja, dat vind ik wel een mooie melodie. Sowieso punten voor de outfit. Wat vind je van de outfit? Ja, die vind ik echt fantastisch. Heel futuristisch. Ja. Futuristische dame. Ze heeft echt een mooie stem. Ze heeft een hele mooie stem. En een mooie koppie. Ja, zeker. Een mooie uithalen. Mm-hmm. Mooie bek met tanden. Mm-hmm. Ik kan wel zingen. Heel mooi. Ik kan ja. wel zingen. Nou ja, weet je, vorig jaar heeft Nederland gewonnen en dat liedje ging over... Heeft Nederland vorig jaar gewonnen? Ja. Oh. Dat weet je toch wel, joh? Nee. Uit Hellevoet Sluis. Ja, die Duncan. Duncan, uit Hellevoet Sluis. Oh. Ja, en ze zingt in het Albanees, dus daar kan ik echt helemaal niks van verstaan. Ik vind het ook een hele mooie taal. Ja. Ik begrijp er geen bal van, maar... Nee, maar het is echt een hele mooie taal. Ja. Albanië doet het vaak ook beter als ze in hun eigen taal zingen. Ook. Ja. Oei. Dat was even een missetje. Als je dit soort dingen zingt, dan moet je ook wel gewoon echt zuiver die noten raken. Als je dat gewoon één keer niet doet, dan is het gewoon klaar. Ja, alleen nog op die noten. Ik kijk alleen maar naar de pakking. Je rende die viool. Hey, wat komt daar nou? Gitaar. Nee, een bas. Of een viool. Hé, hey, daar hangt een hele grote contrabas in beeld. Bij moet je tissue, meid? Ze gaat haast ween. Blijft het hangen? Bij mij niet. Nou, kijk, het liedje niet. Het liedje blijft niet hangen. Maar wat wel dan? Nee. Ja. Nou, laten we voor 40% gaan. Ik vind het echt heel erg tof. Ja, ik ook. Ik hoop dat ze die uithalen inderdaad gewoon goed gaat halen. Ja. Maar hoeveel procent winkans heeft Albanië? Door hem 7. Oh, ja. Oh, ik zeg 100. Wow, shit. En wil je overdrijven? Zo, jongen. Ze zong wel goed. Ja, dat kan. En met beperkte middelen wist ze toch wel een hele goede sfeer op te roepen. Ja. 8%. 8%? Hou het op. Nee, gewoon 45. 45. Ja. Mama heeft gesproken. 45. 45% voor Albanië. Zo zie je maar. Een beetje latex kan geen kwaad. Albanië krijgt 26% winkans van mijn boekmakers door naar Oekraïne. Oekraïne heb ik wel hoge verwachtingen van. Ja, daar gaan we. Gewoon inderdaad een beetje een Efteling vibe. Ja, een beetje Shakira. Hè? Doet hij dat door zijn neus? Hij is leuk zo'n fluit, toch? Ja, maar het maakt ze ook nieuwsgierig. Oh, wat gebeurt daar nou allemaal? Som! Taka de heks! Oh, sorry! Doe me toch wel echt een beetje sprookjesachtig aan. Verpakt in een nachtmerrie. Kun je ook meekijken? Kom maar. Hey. Een beetje een opzegversje, niet een liedje. Mm, maar dit heb je veel met volksliedjes. Ja, dat klopt wel. Zeg, ken jij de Mosselman? Ze is gewoon aan het krijzen, hè?
maar tegelijkertijd ook heel erg door haar neus. Ik hou hier wel van een beetje van dat hele zweverige. Dat neemt je wel mee, zeg maar. Ja, zeker. En de poes wordt er rustig van, dus dat is ook... Ja, blijkbaar. Als je s'avonds op straat loopt en je hoort ineens Ja, dat ga ik al zie ik niks, ik red wel. Dat weet ik wel. Een beetje snerpende stem, maar verder... Goed mij. Ja, die zijn puur bij zichzelf gebleven. Ja. Maar ik denk dat het grote publiek dit weer niks aan vindt. Ja. Dat vinden ze dan weer te raar. Wat? Wow. Kijk dan, die gitaar. Lekker Ramstein gitaar. Lekker. Vuur is altijd goed op het songfestival. Vuurwerk is altijd goed, daar word ik blij van. Als jij gevraagd zou worden... Dit is het beste stuk. Voor zo'n stuk, zou je meedansen? Nee. Ja, ik vind het ook tof, maar ik denk toch wel dat het grote publiek iets heeft van... Nee, ja, vind ik niks. Het gaat er niet om wat het grote publiek vindt, het gaat om wat wij vinden. Wij vinden, ja. Ja, maar qua winkans... 30%, want mensen gaan dat niet snappen. Nee, sowieso inderdaad. 10. Vind je dat nog te veel? Ja, 5. Dus jij zegt 2%. Ze maken geen kans, man. Dan ben ik het met je eens, maar gewoon 2%. Ja? Ja, 2%. Ja, je zag het. Zelfs de poes werd er rustig van. Maar bij mijn boekmakers scoort Oekraïne slechts 17%. En dan nu Slovenië. Nou, ik heb nu al wegtrekker. Je moet er een beetje van plassen. Ze zingt het in ieder geval heel mooi. Mooi hoor. Actie. Jullie hebben geen geduld, hè? Mooi met die belichting gedaan, alsof de schaduw van de bomen, van de takken ook op het gezicht vallen. Ja, heel gaaf. Vind jij dat leuk, die lichtstrepen over? Nee. Beetje verstorend, hè? Ja. Oh, kijk, daar komt het. Dit is weer lekker dramatisch. Ja. Weet je wat ik nu wel mis? Ja? Een windmachine. Echt typisch songfestival dit wel. Ja, dit wel. Dit is wel. Echt een songfestival nummer. Hey, luister eens. Hij heeft botox lippen. Oh, kijk, mooi. Stralen zo achter de hoofd. Ja, heel erg mooi. Zo'n bosgodin. Ja. Ze heeft een Jomanda jurk aan in het wit. Jomanda? Oh ja, die gebedsgenezer. Ja, die had ook zo'n wijdblauwe cape. Oh, kijk. Ja, dit is al Jomanda. Al die stralen. Ja, ik klap ook. Ja. Is dit af? Nou, dan vond ik dit serieus een winkans van min 10. Min 10, ja. Er zit helemaal geen climax in. Dit is alleen maar gewoon... Nee. Qua winkans, ja, ik denk toch ook... Hoog Oekraïne, dat wel. Ja, ik denk wel 30% dan. Ja. Ja, 30%. Ja. Die gaat alleen maar van de buurlanden punten krijgen en dat is het. Nou, 1 dan? 1. 1. Dat vind ik een mooie... Kijk. Oh, ja, hier, tik hem aan. Hoppa. Het pretendeert veel. Maar ontwikkelt niet. Het ebt ook zo weer weg. Ja. Ik vind het geen kans hebben. Heb je dan 5% of zo? Ja. Destiny, ik vind dat jij dan de doorslaggevende... Ja. Zeg het eens. Wat denk je? 75%. Slovenië, dat is fucking awesome. Dat is echt veel. Yeah. Dan gaan we nu kijken naar de tussenstand. Mede met dank aan Destiny is Slovenië de winnaar van de week. Woehoe. Met 28% kans om het Songfestival te winnen. Is niet heel hoog, maar de rest bungelt daar nog onder. Volgende week zijn we weer met een nieuwe video. Like! Ja, jullie weten natuurlijk, jullie zijn helemaal van de young generation en shit. Yeah. Like, abonneer. Hieronder echt. Links, rechts. Daar. Woe! Oh yeah. Wil je de hele tussenstand? Ga dan naar npo3.nl/boekmakers.